Heel hel. Nee, je moet Champions League liedje. Welkom terug bij de Champions League Knockout Special hier op het PlayStation voor de Players kanaal. Vandaag gaan de winnaars bekendgemaakt worden. Niet alleen de winnaars tussen jullie twee, want jullie gaan tegen elkaar strijden, maar ook de winnaars thuis. Jij misschien wel, nu kijkt. Ja, daar kom je vandaag in deze video achter. Je kan 2 kaartjes voor de Champions League finale in Madrid op 1 juni winnen. Je bent te laat. Je bent te laat. Maar? Ja, dat gaat niet meer. Maar we gaan er vandaag achter komen. En ik wil even zeggen voor de mensen die hebben gezegd, Koen gaat winnen. Alvast gefeliciteerd. Jij hebt kans inderdaad op de kaart. Ja, als je Matt, ja. Ik voel hier toch wel wat zelfverzekerheid, Matt. Ja, natuurlijk. Hoe is jouw wedstrijdspanning? Dat is ik heb letterlijk 4 keer op doel gegooid. De eerste wedstrijd is er allemaal in. Tuurlijk! Hangen zijn, ja. Tuurlijk! Oh. Nee, dit is een doelpunt. Huntsoen! Buitenspel. Nee. Het is geen buitenspel. Wij gaan er nu achter komen. Laten we maar beginnen. Is niet niks wat hier gebeurt. Zullen wij samen gaan? Zullen we samen naar de Champions League gaan? Bedankt voor het kijken naar deze video. Maar wat zou voor kunnen rol? Ik hoop Koen. Jij staat ook voor Koen. Ik snap het wel. Maar... Dus eigenlijk staat er niemand voor Mattie. Misschien de mensen thuis. Mensen thuis, laat even weten voor wie jij staat. Via ietsje hierboven. Stemmen allemaal Mattie, dan heeft hij toch nog een soort achterban. Kijk, dan zit jij daar dus. Met je vriendje, vriendinnetje, opa, oma. In Estadio Metropolitano. Ja, tuurlijk. Ja. Wilhelm. Nee, je moet Champions League liedje. Als je deze toonhoogte zet, dan ben je duidelijk geen 18, dan moet je je vader meenemen. Komt-ie. Oké, laten we beginnen. Yes! Succes, man! Bedankt. We gaan toch samen, toch? Oh ja, dat is waar. Doorgestoken kaart. Welke club ook alweer? Ja. Welke club? Die maken kans op 2 doorgestoken kaarten. Nee! Ja! Oh. Ik heb jammer geen Onana meer, moet ik even proberen. Wel leuk. Kom maar met je keeper dan, kom maar met je keeper. Nee, Jan van Tongen, Jantje! Oh! Ik krijg al 2 schoten. Hij is kwijt. Je bent wel aardig. Kom maar overtuigen. Dat is niet op school. Ja, maar ik moet speel niet tegen Koenen. Dat is toch wel een andere Koen dan iemand die elke dag FIFA speelt. Maar ja, Koen speelt ook al vaak. Oké. Okay. Ja, hij speelt echt vaak FIFA. Veel futdraft ook. Dat met name. Die speel je ook echt. Die speel je allemaal. Ja, die video's duren ook echt uren om te maken. Want iedere keer moet je hele futdraft winnen natuurlijk weer. Dan moet je weer tegenstander zoeken. 50k pakketje. Ja, kijk, ik krijg meer met de draft ook een pakket. Dat vind ik al chill als ik dan krijg, jongen. Ja. Je hebt de 300 FIFA boon. Ik zit een uur werk in de appie. Het is effed up being broke. Leuk dit, man. Ja, dit vind ik ook leuk, hè. Daar gaan we. Sissoko. Oh, wat speelt hij hem goed vrij. Eriksen. Ja, Eriksen. Oh, Dana, toch, ja. Zwaar onder druk, man. Ja, maar kijk, mannen, kijkertjes thuis. Zien jullie dit? Wie verdient het te winnen? Kijk, dit is goed. Weggedraaid. Kiepertje. Hey, hallo. Ik zie nu pas, dit is gewoon een Premier League wedstrijd. Jongens. Nee, Champions League. Dit is voor mij echt de Champions League finale. Champions League finale. Dus dit is meer dan 3 punten waar je wint. Gast, ik snap het ook niet. We hebben dat script moeten oefenen met Champions League. Komt op aan met Premier League wedstrijd. Ik moet zeggen, Sanchez al lekker staat te ballen, hoor. Bedankt. Oh, triest. Oh, goed man. Oh, begint ook nog. Oh, hoe vind je het ruggetje? Oh, zo bro. Oh, huh? Wat doet hij dit dan? Is echt een glitch, die van Dijk. Ja, het is gewoon goed. Het is meta. Oh, dat bedoel ik, sorry. Heb je Pelé even nog de bank of wat? Ja. Ja, ik heb ze. Hey! Die mag gewoon scoren, vind ik niet erg. Oké, is goed. Doe ik het even. Nee. Eerste kans. Oh, maar dat is niet mijn eerste kans. Hij gewoon geluk. We gingen samen, toch? Hij zegt dat ik doe, collega. We gingen samen, toch? Genie! We gingen samen, toch? Nee, nu ga ik al die kaarten verplaatsen. Ik geef ook zeker je plantjes geen water als je weg bent. Nee! En je kliko. Met mijn plantjes, mijn cactus. Ja, je moet nog heel veel papier buiten zetten volgens mij. Zo, die alle wereld staat ook weer te verdedigen. Ja, die heeft recht gezet. Toch zo kaart. Tegen zouden club, hè? Ja. Tegen de toekomstige club. Oh. Is goed, hè? Maar nu heb ik een uitgoal, zoals je ziet. Oh, dat is waar, ja. Dus ja, ik ga nu eigenlijk 2-0 voor. Dus kan je 5 goal maken? Nee, geen zin in. Shaqiri. Oh, en dan door. Zo. Oh, dat zeg je goed. Doe even El Tornado. Dit is een Balassi. Ja. Ja, jammer. Van Dijk. Ja. Van Dijk. Nee, de corner is anders met Van Dijk. Ah, gaat Firmino erheen. Dat was gewoon Van Dijk, hoor. Oké. Die lijkt opvallend veel Firmino deze dag. Er ligt er nog één dood te gaan. Mooi. Lekker laten liggen. Scheidsie! Is het Vertongen?
Nee, nee. Dan doorvoetballen. Oh nee, dan jongens. Nee. Is het Vertongen? Ah, oh, jammer. Hij is het niet. Gaat ik eigenlijk maken. Nee, ik loop er niet wel uit. Nee, dit is voetbal. Dat is lachen. Goed dit. Oh, maar ik vind toch wel Spurs overtuigend voetballen. Maar toch weer die broken Robertson die het dan oplost. Moet eigenlijk even Jorente hebben. Goed. Samen, Jorente en Kane samen. Ja. Met tweetjes hoor. Ja, door de lucht uiteraard. Die koppen gewoon naar elkaar. Oh nee, nu weet je waarom ik aan het winnen ben. Oh nee. Je troef. Mijn troef. Mijn echte bloedbroeder. Rob, ben je met mij naar de Champions League finale? Ja, natuurlijk maatje. Ram hem dan even op zijn knop en zo. Hey, goede actie. Nou ja, ik zit al Salah en Van Dijk. Beter actie dan ik net zelf van Adekanje. Heb je Adekanje op de bank gezet? Ja, natuurlijk jongen. Die komt er gewoon in, dat is mijn troef. Ah, hey, oh, is een zak. Zit die Hoover er niet in? Hoover, hoe heet hij? Dat is altijd... Ah, je dat verwacht. Ah, ik was je aan het... Oh, ik ga niks zeggen trouwens. Was dat je troef? Ja. Oh, nee. Schieten! Oh, geel! Oh, de bal! Oh, joh, joh, joh. Zie je een doorgestoken kaart. Hey, ja. Gewoon fout getimed. Oh, nee, het was niet fout getimed. Niet zo zwart-wit, denk ik, Rob. Het was gewoon iets minder goed getimed. Hij was early. Bert en early. Oh. Knap, zegt tegen iemand die op vierkantje klikt. Hij trapt erin. Hij trapt erin. Knop op! Knop op! Knop hoofd doen. Een stilletje, knop hoofd. Okay. Gaat hij weer? Win-win soon. Tuurlijk. Ja, toch niet. Nee, jongen. Ja, toch niet het Noord-Koreaanse leger in, hè? Zuid-Koreaans. Noord-Koreaanse leger. Noord-Koreaanse leger heb je niet heel veel keuze. Nee, dat heb je niet heel veel keuze. Goed, bij biljarten. Dit staat nergens op. Ik tip geel, jongen. Dat komt omdat er geen delay is. Ik ben delay gewend. Ik speel wifi thuis. Wifi. Je hebt echt één schot, jij vuile poepzaak. Met Genie. Dat vind ik dan wel mooi. Effectief. Ja, jij zei score even met, dat doe ik het ook. Ja, ik ga die score eens niet zeggen. Oké, okay, score even met... Met? Mané. Met Mané, ja. Okay, nee, met Shaqiri. Ja, dat doet hij voor de statistiek, anders ging hij met één schot te rusten en dat wilde hij niet. Oh, ja, kijk, ja, eens, is doorgestoken nee, kaart. Nee, alweer. Hij steekt al veel door met die kaarten, jongens. Ja, jongen. Ja, alsjeblieft, ga gaat hij? Ik ga voor de voorzet. Laat mij even voorzetten, oké? Okay? Nee. Ja, Virgil was nu weg. Die stem. Hij is geen wedspel. Doei. Oh, en nu? Ah, dit is slecht! Hier, hij kreeg zijn hoofd er nog wel tegenaan. Het is goed, dit is goed. Oh, schiet. Mijn god. Oh, mijn god, die bal gaat gewoon 5 meter doei. Naast. Ik kreeg gewoon ik denk niet eens. Man, even stom met spelen, even zelf halen die bal. Ja. Ik heb die bal, hè, thuis. Een dubbelsteen. Oh ja, dat is waar. Gekregen omdat je slechtste van het match was of zoiets was. Slechtste van de mens. Nee, slechtste van de match. Zeg maar man of the match, maar dat was slechtste van. Zoiets was het. En Stijn van Gallery play op dit moment. Jammer. Ja, maar dat is leuk. Ik heb geen enkele speler die wat kan creëren, dat is een beetje het probleem. Maar Eriksen kan. Son is wel goed, maar die Eriksen is niet zo goed, hè? Nee, dit, maar dit is toch gewoon een kansloze pas? Nee, maar jij bent goed, joh. Nee! Sta jij in de finale of wat? Ja, maar. Ronald de Boer kan ook helemaal niet zo goed voetballen, die is ook analist geworden. Nee, maar Stef in een scheur, maar jij of ik? Ronald de Boer is toch gewoon professioneel voetbal? Dit is slecht. Jimmy, wat zeg je nou? Ja, gaat die corner in 5 eerste minuut 100%. Dat is een doeltrap. Laat me even niet uitkomen met je keeper. Nee, ik kom niet uit. Even niet doen. Ja. Salah. Oh, countertje nog hoor. Nee, fluit af. Nee, komt hij nog. Komt hij nog. Komt hij nog. Firmino. Ja, het wordt echt. Ja, maar kijk. Gaat hij erin hoor, 45 minuten. De kijkers hebben al gezien dat ik beter ben. En dat gaat over tijd, hè. Adekanje! Is het niet spits? Misschien is Adekanje wel tweede aanvoer. Ik denk het wel. Kijk, laat hem nou even sprinten dan! Doe ik toch? Dit was een sprint, niet? Brenten ging full speed, hè? Dat was zeker, dat staat zo. Hij gaat op zijn bek niet vinden? Hoe niet? Huh? Hij trapt erin. Hij trapt erin? Ik trapt er volledig in. Hier, Jorente, dat is goed. Laat me even sprinten, laat me even sprinten. Kom op, laat hem. Ik doe ren niet eens met iemand mee met hem. Shit! Dit is oh, Jorente. Ja, die zit niet zo goed, hè? Laat me even bij de eerste pauze redden. Kijk! Met zijn hand! Hens! Van? De moon. Nee, Jorente. Oh, ik wil de andere kant penalty in. Deze gaat gewoon het kopduel van de keeper winnen, hè? Rustig. Nou, hij wint niet eens het kopduel van Matie. Was Matie? Ik wil ervoor zetten met vierkantje. Mijn naam. Fantastic game. Onbedoeld, hè? Ik heb gewoon 3 Nederlanders erin staan, hè? Oké, okay, ik ook. Oh, ja. Dat zijn Belgen. Wie? Ja, nee, maar doe de Appa de Kanje. Doe maar. Chip hem. Hij gaat naast. Oh.
Dan ben je slecht als je dat niet eens een leeg doel kan scoren. Ik vind dat je nu een eigen doelpunt moet maken. Ja, eigen doelpunt wel. Met Adekanje. Ja, ik ben een keeper. Oh, misschien deed hij dan wel nog een keer scoren. Ja. Hier ben je een scheurbuik. Ze denken thuis ook, er staan twee Champions League kaarten op het spel. En ze gaan memen. Ja, maar Koen en ik gaan samen. Hè. Ja, oh ja. Ik probeer er met een grapje onderuit te komen, maar hij zit gewoon al vast hoor. Contractueel. Nou, dit is helemaal meer voor Adekanje, ouwe. Ja, hij moet even... Oh nee! Hij zat er gewoon tussen. Dat was niet. Dat was de meme gewoon op de troef voor niks. Ja, kans op de troef. Blijf even... Nee, even... Ja, okay. Aannames, hè? Niet troeven. Niet troeven. Kijk, dat haalt er gewoon in zonder dat hij iets doet. Tussen dat timen, weet je wel. Pauze. Oh, hij is zo slecht, die Oren. Nee, Adekanje is goed, heb je gelijk. Ik wil even voorzicht geven op je rente, daar is hij wel goed. Ja? Ja, kom rennen. Ja. Hij gaat. Ja, maar slaat dit! Maar tip van nee, rond! Jij bent ook zo slecht, jongen. Ik doe toch gewoon perfect op rondje? Ik denk niet dat Kenny wel gaat. Chef, dat er al hoeveel hebben we verloren met 4-0. En dat met 3-0, 3-0. Elke dag FIFA doet. We mogen nooit meer terugkomen. Die vent is zo... Wat doe jij dit is nou? Echt niet normaal, die Jorente. Niet normaal. Even naar rechts, ja? Ja? Ik ga gewoon... Oh, Jorente, wat een beweging! Oh! Nee, hij schoot uit nog een snel is het. Hij gaat het. Ik besef niet helemaal dat ik gewoon in de finale van de Champions League ga. Nee, dat deze bal weer gaat. Oeh, dat viel tegen. Dat is schot, hè. Anticlimax. Oh, die staat wel aardig vrij, man. Ja, dat kan je. Die laat ik ook vrij, want die kan er echt niet zoveel van. Nee, even binnen halen. Net zoals jij. Ja, dat is jij. Zo, kijk maar, hier is zonnetje. Boom. Ja, mooi. Oh. Jorente, kom op. Laat me gaan. Laat me gaan. Je nee, komt ook wel om. De hete laat me gaan. Ja, ik denk ook dat Shaqiri dat de hele wedstrijd tegen Van Dijk roept. Heeft hij in Nederlands geleerd om tegen Van Dijk te laat zeggen... Laat me gaan, laat me gaan. Taal. Ja, dat zeg ik in Nederland. Dat op, je moet even op het hoofd van Jorente komen. Komt hij niet? Nee, die kan deze komen. Oh, oh, oh! Gaat erin. Goodbye, my lover. Dat hij er weer in. Goodbye, my friend. Ja, dan kan je even op twee Scars skill moves. Scars? Die money is van Scars op zijn skill moves. Dit is leuk, ja. Ook leuk. Nee? Vang nog even 2-1, man. Dat wordt nog zo van spannend. Dan gaat iedereen denken dat 2-2 wordt. Een troef. Een troef. Ja, die money is voor... Oh, goed hoor dit. Dit is een overtreding geweest. Ik heb al echt van het begin gezegd tegen mensen, nou, zet nou je geld in de mij, of in ieder geval je comment. Kun je geld inzetten hierop? Nou, dan moet je wel ouder dan 18 zijn. En dan wel. Zo! Zo! Geel kaartje. Geen kaartje. Hij krijgt geen kaartje, bro. Goed. Maar Koen kent die scheids, hè? Ja, Koen is... Ik vond ook leuk over jouw Koningsdag poosje. Het eerste wat iedereen reageerde is, hey, heb je aangeverd voor Koningsdag? Ja, goeie. Ja, dat reageerde je ook. Ja. Nou, doe het dan een keer. Jorente moet het doen. Score nou eens een keer. Hij kan toch niet met die spelers die in de 90ste minuut. Behalve als je Ajax tegen je hebt. Dat score ik wel op het einde van de wedstrijd. Oh, yes, ja. Ja, maar return nog, toch? Niet. Ja, je wist dat niet. Nee, wist het. Jij dacht twee keer twee kaartjes. Dat is voor de finale en de return, dacht jij natuurlijk. Return. Return pochtje. Is dit geen buitenspel? Dan is het denk ik een doelpunt. Nee. Oké, alsnog? Nee. Ah, jongen. Ik hoor iedereen het al vieren op keeper uitkomen. Op de bank. Troef. Een troef. Gaat hij nog lemmelen? Ja, mooi! Hij schiet er gewoon naast. Goed getimed. Goed getimed, hij schiet er gewoon naast. Hij kan er echt niks van. Ja, maar ik heb echt poepspelers. Oké, nee, maar toch zag ik nog iedereen van Spurs met vlaggen wapperen. Kom, kom maar. Hij blijft gewoon zitten. Hij blijft gewoon zitten, die Jorente. Die is nu op moeder. Yes! Yes! Wat gebeurt hier? Ja, ja, natuurlijk. Ja. Yes! Maar Koen, nou de vraag, wie ga je meenemen? Ik weet het nog niet. Je weet het nog niet. Ik wil kaarten. Wil je de kaarten? Zijn mijn kaarten. Nou, maatje. Koentje. Gefeliciteerd, jongen.
Bepaal nog hoe je ermee gaat. Ja, want ik ga er goed over nadenken. Denk er vooral goed over na. En dan nu hetgene waarom iedereen dit eigenlijk natuurlijk kijkt. Kijk dat jij wint, vinden ze vast leuk. Oh. Maar ze willen natuurlijk mijn ding weten. Oh. Zijn jullie klaar voor? Hij komt namelijk... Bumper. Bumpertje. Oh, bumpertje. We bouwen de spanning nog even op. Oké. Mensen, de winnaars van de Champions League kaarten komen nu in beeld! Gefeliciteerd, hè! Deze kaarten komen nu jouw kant op. Nogmaals, reis, verblijf, hotel, alles zit erin, kaartjes. Ik zal daar niet zijn, heb ik het idee, maar Koen wel. Dus misschien zie je hem daar. Ja, maar bedankt voor het kijken. Vergeet niet een blauw duimpje achter te laten, te abonneren op dit kanaal en natuurlijk ook Instagram te checken. En ook die van Koen, want die gaat allemaal beelden delen van de finale. Eet die confetti eens op. Is heel zout. Echt heel zout, ja. Hoezo eet je die confetti op? Ja, ik heb honger. Wist je dat niet bij confetti, dat is heel zout.